3 uur lang stilstaan om aandacht te vragen voor mensen met psychische problemen. Voor de 5e keer werd zaterdag Last Man Standing georganiseerd in 4 steden, waaronder Nijmegen. De 40 deelnemers bleven zo lang mogelijk stilstaan. Daarmee zamelden ze ook geld in voor projecten die gericht zijn op voorlichting, preventie en ondersteuning van kwetsbare jongeren. Heel hard! Tegelijk!